Oh my god. Kijk, dit is Lex Uiting te voet uit. En zelf lachen. Ik heb geen idee. De schuif staat open, we gaan bellen. Ik weet wie we bellen. Oh my god. Ik zou wel u zeggen. Ja? Ja, zou ik wel doen. Ja, gewoon foevoyeren. Hallo, met de radio. Goedenavond. Goedenavond met Rob van de radio. Het is van 3FM. U bent aan de lijn. Ik wil toch eerst even raden. Voordat ik ga vragen met wie spreek ik. Kunt u eerst iets over uzelf vertellen? Ja, wat kan ik over mezelf vertellen? Niet zoveel, denk ik. Meestal wordt er wat over mij gezegd. En wat wordt er dan gezegd? Nou, van alles en nog wat. Oh, ja. Oh nee! Oh, Les! Is dit Louis van Gaal? Het is de oud-bondscoach. Meneer Van Gaal! Ja, wel. De oud-bondscoach, ja. Goedenavond. Goedenavond. Wat fijn dat u aan de lijn kon komen. En had Lex u een beetje geïnformeerd van tevoren? Of bent u gewoon, bellen we u nu wakker of willekeurig? Nee. Alles is georganiseerd. En ik mocht mijn naam niet zeggen. Normaal doe ik dat. Ja. Ik ben goed opgevoed. Ja, precies. Nee, dat begrijp ik ook. Nee, maar wat een leuke verrassing zeg. En u komt ons mag ik u zeggen of je zeggen wat is fijn? Wat jij wilt. Oh, nou dan zeg ik je, want dat vind ik toch fijner, gezelliger. Louis, fijne avond, fijn dat je er bent. Welkom. Hoe ga je ons even een steuntje in de rug geven? Want jij bent hier degene van de pep talks natuurlijk. Jij hebt ons toch naar een ongelofelijke hoogte gestuurd met het Nederlands elftal afgelopen weken. Nou, dat wordt wel in twijfel getrokken, maar ik ben het met je eens. Ja, nou ja, ik bedoel, ik moet zeggen, meneer Van Gaal, ik ga toch u, omdat het toch zo'n grootheid is. Ja. Het is van alle 3FM-dj's, treft u de meest slechte wat het betreft voetbal. Even om aan te geven, en dit is echt vloek in de kerk, maar als het Nederlands elftal speelt, ik kijk altijd, want ik vind het Nederlands trots, moet ik wel altijd even vragen welke kant we op moeten scoren. Anders is het voor mij op het verkeerde moment spannend. Nou, het geeft helemaal niet hoor, dat je niet van voetbal houdt. Nee, ja, maar ik vind het feest eromheen en de spanning van gaan we door en hoe dan en penalties, dat vind ik fantastisch. Ja, dat is ook fantastisch. Maar wat jullie doen, want daar gaat het uiteindelijk om, is ook fantastisch. Ja. Ik bedoel, jullie gaan een week in zo'n glazen huis zitten. Wat ik begrepen heb, dan mag je ook nog niet eens eten. Klopt. Dus hoe heb je jezelf voorbereid daarop? Nou, niet. Amper, nee. Nee, amper. Ja, ik heb 34 jaar voorgegeten. Okay. Dat wel. Dus ik ben al een tijdje bezig. Maar ik heb me wel goed over nagedacht. Van wat ga ik? Ik ga niet cold turkey. Dus ik heb wel de dagen ervoor een beetje geminderd. Of later alvast begonnen met eten. Maar nee, ja, verder niet echt op voorbereid. Dat kan ook niet echt, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Ik bereid mijn spelers voor op een WK. En dan moet ik over allerlei dingen nadenken. Ja. En ik denk dat jij ook nadenkt over hoe je die week doorkomt. Ja, of precies. Nee, ik heb me wel ging er wel gebraced in, zeg maar. Ik ging er wel met een soort harnas had ik al wel aan. Van, ik moet niet te veel kruid verschieten aan het begin. Ik moet energie vasthouden, zodat ik niet... Ja, dat wel allemaal, tuurlijk. Nou, ja. ik vind het wel fantastisch en een hele opgave. En waarom ik aan de telefoon kom, dat is eigenlijk om die 100.000 vergeten kinderen... Want dat vind ik een fantastische doelstelling. Die kinderen hebben al een hele moeilijke periode achter de rug met het coronavirus. En dan de hectiek in die gezinnen. Ja. Dat is ook niet erg positief. Dus ik hoop dat de mensen in het land weer over hun hart kunnen strijken. En heel veel zullen doneren voor dit fantastische doel. Mensen buiten, laat je horen voor Louis van Gaal. Hij is gewoon aan de lijn. Ja, het is ongelooflijk. Het is wat hier allemaal gebeurt bij het Glazen Huis. Ik vind het fantastisch. Dank voor deze mooie woorden. En daar mag ook een plaatje bij. Want daar gaan we ook een plaat aanvragen nu. Want het is Serious Request, meneer Van Gaal. Oh, ja, nou ja. Er kan er maar één plaat zijn. En dat is van André Hazes. Ik ben gek op Nederlandse muziek. Ja. En wel van senior. Want ik ben nog van die oude generatie. Ja. Ik haal van Oranje. Ja, precies. Wij houden van Oranje. Ja. Nee, dat is heel goed. Want ik had bijna de verkeerde lijn gestart. Want hier staat André Hazes junior met Wij zijn Oranje. Maar dat moeten we dan niet door elkaar halen, begrijp ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. Lex? Ja, zeg nog even één vraagje, meneer Van Gaal. Want we moeten natuurlijk ook eventjes over de actualiteit hebben. Maar kijk, België, daar heeft u al een beetje mee geflirt. Hè, als de nieuwe bondscoach van België. Maar zijn er ook al gesprekken met Portugal aan de gang? Want daar woont u ook gedeeltelijk, hè?
Nou, niet gedeeltelijk. Daar woont hij eigenlijk het hele jaar. Maar nu als bondscoach moest ik natuurlijk me melden vaak in Zeiss. Ja. Maar ik heb niet geflirt met België. Er werden vragen gesteld over België. En daar kan ik niks aan doen. Dan moet ik antwoord op geven. Dus ik flirt niet. En Portugal, daar flirt ik ook niet mee. Dus ik ben met pensioen weer. Ja, maar meneer Van Gaal, die hebben een goed team. Dat is lekker in uw eigen land. Truusje zal dat ook fijn vinden. Het zou toch een mooie laatste gimmick zijn? Even Portugal naar het EK of naar het WK helpen. Nou, als zij mij bellen, dan ga ik luisteren. Meer kan ik niet zeggen. Nou, dat is gewoon een scoop. Lex Uiting, being Lex Uiting. Heel goed. Lekker zeg. Nou, die kan weer naar Boulevard, Lex. Zeker, we hebben de buiten weer binnen. Is de buiten weer binnen. En dan gaan wij hier met z'n allen staan, meneer Van Gaal. En dan gaan wij dit lied zingen. En dan vraag ik u nog even voor welk bedrag dit is aangevraagd. Nou, 1.000 euro. Wow! 1.000 euro! Wow! Holy shit, wij houden van Oranje en van Louis Van Gaal. En fijne dagen. Oké. Okay.